Op zondag 5 juli werd het eerste HSC familietoernooi georganiseerd. Het toernooi stond in het teken van sportiviteit en gezelligheid voor jong en oud. 27 teams van vaders, moeders, zonen, dochters, ooms en tantes, neven en nichten hadden zich hiervoor aangemeld. Ook niet spelende familieleden waren van harte welkom om hun familieleden aan te moedigen. Voor de kinderen was er met dit warme weer een springkussen. Het eerste HSC familietoernooi dat georganiseerd werd, was een groot succes.